De officiële launch van het geherformuleerd middellang arbeidsmarktbeleid heeft vandaag plaatsgevonden in Torarica. Het beleidsdocument is door de directeur van het ILO, Dennis Zulu, overhandigd aan arbeidsminister Stephen McAndrew. Naomi Esanias Frieperson, onderdirecteur arbeidsmarkt, gaf aan dat het doel van het arbeidsmarktbeleid is de participatie op de arbeidsmarkt te verbeteren en bij te dragen aan het creëren van werk voor de Surinaamse burgers. Het arbeidsmarkt van het ministerie van AWNJ, zoals geformuleerd is in de beleidsdocumenten, heden ten dagen, behelst onder andere de volgende zaken. Herformulering van het arbeidsmarktbeleid, die nu vandaag een feit is. En dat behelst dus een focus op kwetsbare groepen. En daar hebben we het over vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en mensen in verre gebieden. Het bevorderen van micro- en kleinondernemerschap. De verhoging van de ter beschikkingstelling van recente en betrouwbare arbeidsmarktinformatie, dus data, statistieken. Met het oog op de verbetering van de arbeidsmarktpotentie van werkzoekenden, professionalisering van de directe bemiddeling en het aanbod van trainingen aan deze doelgroep. Laatste, de verbetering van de samenwerking tussen public sector en private sector, de zogeheten samenwerking public-private partnerships. Minister McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vindt het belangrijk dat Surinamers, vooral de jongeren, verandering zien in hun dagelijkse arbeidsontwikkelingen. Daarom zullen er commissies aangesteld worden die voornamelijk de focus hierop zullen leggen, met inachtneming van het nieuw arbeidsmarktbeleid. En ik kan u ervan verzekeren dat we daadwerkelijk gaan werken om deze outcomes te realiseren in deze beleidsperiode. Het gaat geen beleid zijn welke in de lade verdwijnt. Integendeel, het gaat beleid zijn welke gebruikt gaat worden om concrete resultaten te bereiken in Suriname. Want als ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hebben we als een van onze voornaamste doelen het realiseren van decent work in Suriname. En daarvoor is arbeidsbeleid onontbeerlijk. Arbeidsbeleid is daarvoor heel kritisch, dus we gaan het beleid gebruiken wat geformuleerd is om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat decent work in Suriname naar grotere hoogte toe kan gaan. Verder gaf McAndrew aan dat de commissies ervoor zullen zorgen dat de verzamelde data zorgvuldig gecontroleerd wordt.